Yo, Vacuum Gamers, Lars hier. En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Who Wants to Be a Rijke Tata. Ik wil nog steeds een rijke Tata worden, want ik was net aan het wandelen buiten. En in één keer, bam, een wolkbreuk bovenop mijn kop. Ik ben helemaal nat geworden en daar heb ik geen zin meer in. Dus ik wil een miljoen winnen, een of ander leuk ticket naar een warm tropisch land kopen. Op het strand gaan liggen met een cocktailtje in mijn ene hand en een goed boek in mijn andere hand. En that's it, weet je wel. Ik heb helemaal geen zin meer in Nederland. Ik ga een miljoen winnen, dat is mijn plan. En ik ga op reis. Mooi. Hebben we dat plan gehad? Let's do this shit. Dan hebben we die gozer weer met zijn malle vragen. Gamevragen deze keer weer, dat zag je waarschijnlijk net ook al. Ik vind die op zich wel leuk. Ik vind gamevragen, ik heb er weinig verstand van, maar ik vind ze wel leuk. Ik denk dat we de volgende keer gewoon weer lekker standaardvragen doen. Even kijken. Zet deze letters in de volgorde in het waarin ze beginnen. Even kijken. Hyrule. Ik denk dat ik deze wel goed heb. We moesten ze in de volgorde zetten van het land van Zelda. Hyrule. Goed gedaan. Eerste vraag goed. En ik heb deze keer ook eens een keertje de beginvraag goed. Dat is ook wel eens een keer leuk. 8,97 seconden. Nou. En dat was meer omdat ik ze aan het vertalen was voor jullie. Gelukkig hoeven die andere vragen zit er geen tijdslimiet op. Kan ik net zo lang ronddurpen als dat ik zelf wil. Maar die eerste vraag, 20 seconden. En dat is niet veel. Ja, lekker een miljoen. Wat zal ik doen? Tahiti? Of zal ik gaan voor de Canarische eilanden? Of een ander tropisch land? Welk tropisch land moet ik naartoe gaan als ik een miljoen win? Gooi hem weer in de comments neer, jongens. Een lekker warm tropisch land met een mooi strand. Dat is wat ik wil. Dank u. Moet je wel natuurlijk eerst de vragen goed hebben, hè? Even kijken. Welk spel, gereleased op Facebook in 2009, had meer dan 80 miljoen spelers binnen het eerste jaar? Is dat Farmville, Farmstead, Farmhouse of Farmtown? Dat is natuurlijk Farmville, hè? Oh, nooit gespeeld. Gelukkig. Als ik ergens een hekel aan heb, zijn het Facebook-spelletjes en mensen die je daar invites versturen. Sommige mensen die denken van, hé, dan krijg ik extra coins. Laat ik Lars ook een invite sturen. Nee! Geen invites voor Facebook-spelletjes, please niet. Oké, tegen wie kan je spelen als je Top Spin 4 speelt? Roger Federer, Tiger Woods, Usain Bolt of Michael Jordan? Top Spin is bij tennis. Dus dat zal Roger Federer wel zijn. Tenzij Tiger Woods ook tennist in zijn vrije tijd of zo, maar ik gok niet dat ze hem dan niet in zo'n game zouden stoppen. Dat doen ze niet. Klopt, ik ga hem gewoon doen. Vorige keer hadden we 10 vragen goed. Dus dan moeten we nu 11, lijkt me leuk. Wie spreekt Mark Hamill's... Wie spreekt Mark Hamill in Batman Arkham City? Catwoman, Batman, The Joker of The Penguin? Zou Batman wel zijn, toch? Zeg niet dat het de Joker is. No! Oh, gewoon tropisch strand. Nee! Ik wil een tropisch strand, ik wil het nog een keer doen. Nog een keer, continue. Ik wil potverdorie een tropisch strand. And you're gonna give me a tropisch strand. Laten we dan gewone vragen doen. Classic millionaire. Gewoon standaard allround vragen. Kijk of daar misschien meer geluk mee hebben. Ik wil een tropisch strand nu. Kom, hup. Duurt lang. En dit kan ik dus niet skippen, hè, dit. Dat kan gewoon niet. To Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Oké. Daar gaat hij. Zet deze actrices in de volgorde waarin ze het Academy Award hebben gewonnen. Weet ik veel. Zo, denk ik. Ja, hé, hey, die is goed. Ah, ook fout. Ja, nou. 2 goed. I'll take it, goed genoeg. 2 vragen, goed genoeg. Ja, wat weet ik nou over actrices en Oscars, man? Daar weet ik er niks over. Stel mij vragen over geschiedenis of zo. Daar kan ik tenminste nog wel een beetje mee uit de voeten. Maar Oscars en actrices, wat weet ik er nou over? Ja. Ik weet het, vriend.
And you have three lifelines to help. Geef mij nou gewoon dat miljoen, dan ga ik er vandoor. Ja, ik wil een rijke tata worden. Kom, eerste vraag. Deze keer gaat hij goed, hè? Ik heb vertrouwen in mezelf. Dank u. Oké. Welke van deze muziekinstrumenten wordt het meest geassocieerd met Australië? Zijn dat... Hoe heet die dingen ook alweer? Klopt die dingen die ze in Schotland hebben? Die fluitzakken, hoe heet die dingen? Bagpipes. Hoe heet die dingen ook alweer die ze in Schotland hebben? Nou, dan wil ik het weten ook. Doedelzakken, hè? Doedelzakken. Nee, dat is hem niet. Accordeon ook niet. Didgeridoo of de Alpenhoorn. Nou, voor zover ik weet liggen de Alpen niet in Australië. Dus de didgeridoo. Kom op, zeg dat ik niet eens serieus op een doedelzak kwam. Fluitzak, wat een naam ook echt. Nou, vind ik ook wel een leuke naam. Welke van deze is een Andrew Lloyd Webber musical? Cats, rabbits, wolves of bears? Natuurlijk Cats. De musical Cats. Miauw. Met allemaal rotpoezen erin. Ik ben allergisch voor poezen. Dus daar ga ik nooit heen. Kom maar, volgende vraag, please. Oké. De toga was een kledingstuk geassocieerd met welke ancient beschaving? Dus welke oude beschaving? Egypte, Perzië, de Grieken of de Romeinen? Voor mij waren het Romeinen. De Romeinse toga's. Van die grote witte jurken, weet je wel? Mooi. We hebben in ieder geval 3 vragen goed. Als je de andere 2 vragen erop telt, dan hebben we er al 5 goed. Maar dat mag waarschijnlijk niet in deze game, hè? Welk fruit wordt gedroogd om rozijnen mee te maken? Druiven, bosbessen, raspberries zijn... Van die roze dingen. Hoe heet die krengen? Frambozen, dacht ik. Of pruimen. Wat is dat? Druiven. Druiven, daar maken ze rozijnen van. 4 vragen goed, met die andere 2 erbij hebben we er al 6. Dus we gaan op de goede weg. Oké, mooi. Als we deze goed hebben, dan hebben we in ieder geval $1000. Nou, daar kan je toch op zich wel een leuk ticket mee kopen. Welke van deze is een geanimeerde sci-fi film uit 2009? 6, 7, 8 of 9? Weet ik veel. Een geanimeerde sci-fi film? Laat ik dat inderdaad maar doen. Lifeline. Vraag het publiek maar. Okay, ik zou zeggen D. 9. Ik weet wel dat er een sci-fi film is die District 9 heet. Maar die heet niet gewoon 9. Dat is District 9. En dat is geen geanimeerde film, dat is gewoon een film. Nou, toch zegt 52% dat het D is. Dat zal wel zo zijn. Mooi! Heb ze vlots! That's the right answer. Absoluut! 1000 euro in de pocket. Waar gaan we naartoe? De Bahama's. Ja, daar hebben ze vast geen regen. Denk ik. De Bahama's. Hebben ze daar regen? Pas wel. Oké, volgende vraag. Kom. You may as well answer this question. You can't lose it. Oh, jawel. Daar gaan we. Welke zanger was geboren als Anna May Bullock? Bullock. Aretha Franklin, Tina Turner, Diana Ross of Dionne Warwick? Ik heb maar van 2 gehoord, dat zijn Tina Turner en Diana Ross. Ja. Hier gaan we weer. Wat weet ik nou over actrices en over zangers? Niks toch? Laat hem maar iemand bellen. Ik weet het echt niet. Ik zou zeggen Tina Turner. Mm-hmm. Maar echt geen idee. Wegenbeent is die geen antwoord geeft, hè? Dat kan ook nog namelijk. B. Tina Turner. Als hij ook Tina Turner zegt en Tina Turner is bij mij het enige... Ja, Tina Turner. Please... Nice. Got it.
Tina Turner. Zes vragen goed. Nog maar vier. Dan hebben we in ieder geval die 32.000. Camera, bitch. Geen vragen meer over antieke zangeressen, please. Wie heeft een... Ja, hallo zeg. Wie heeft een boutique-keten geopend genaamd Rivet Gauche? Christian Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton of Pierre Car... Ik ben geen beauty-vlogger. 50-50 en dan gewoon gokken, ik weet het echt. Wat moet ik hier nou van weten? Zie ik eruit als iemand met verstand van make-up? Nee dus. Christian Dior of Yves Saint Laurent? Dit is 50-50 gok. Ine mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine mine mutte is de baas. Christian Dior. Ik weet het alles ook niet. Kom op, laat goed zijn. I'm sorry, that's the wrong answer. Nee! The right answer was B. Ja, dat zie ik ook. Oh. Oh ja, 1.000 euro. Het is niet veel. Maar vast wel genoeg om een ticket te betalen. Maar dan zal ik wel economy class moeten zitten. En ik zou moeten vliegen met... Met Transavia of zo. Een of andere goedkope airlines. Vaco Gamers. Als jullie nou zoiets hebben van... Dit moet je vaker doen, Vaco. Doe dan vooral eventjes een like op deze video. Ik zou het in ieder geval heel erg tof vinden om dit vaker voor jullie te doen. Want op de vorige aflevering hebben jullie ook meer dan 2000 likes achtergelaten. En hopelijk gaat het ooit eens een keertje voorkomen dat ik gewoon 1 miljoen win en iedereen op ijs moet trakteren. Vaco Gamers, bedankt voor het liken, bedankt voor het kijken. En ik ga zelf douchen, want dan is het toch nog een beetje warm hier. Mazzel!